Het is ook een groot genoegen dat ik het woord geef aan onze staatssecretaris Hendrik Bogaert. Geachte heer Van Dessel, voorzitter van Euronext, geachte winnaars van l'entreprise de l'année en onderneming van het jaar, de heer Tilman en de heer Willemen, chers invités. Permettez-moi de féliciter à mon tour les deux gagnants du prix de l'entreprise de l'année 2013, remis déjà pour la 19e fois par EY, en collaboration avec De Tijd, L'Echo et BNP Paribas Fortis. Aussi bien les entreprises Tilman que Willemen Group se sont distinguées grâce à leur croissance accrue, leur expansion internationale, leur capacité d'innovation et leur gestion du personnel, et ce, dans une époque pas facile sur le plan économique. Chers gagnants, vous êtes devenu un modèle pour nous tous et nous comptons sur vous pour représenter notre drapeau tricolore au printemps prochain à Monaco où EY organisera l'élection du World Entrepreneur. Vandaag viert de financiële wereld u via deze bell ceremony. Maar ook in naam van de federale regering en in mijn hoedanigheid van staatssecretaris voor modernisering van de administratie wil ik graag mijn diepe waardering uitdrukken. Tijdens de bekendmaking van de winnaar van onderneming van het jaar 2013 noemde baron Paul Buyssen onze bedrijven terecht het kloppende hart van de samenleving en van ons land. Ons land dat steeds behoorde tot de welvaartsas die zich uitstrekte van Engeland, West-Nederland, België, Zuid-Duitsland tot Noord-Italië, heeft een enorm potentieel en dit potentieel moet bevrijd worden. De rol van de modernisering van de overheidsdiensten staat daarbij centraal. De overheidsdiensten mogen de ondernemer niet in de weg staan, maar moeten dankzij hun dienstverlening de ondernemer dienen en aanmoedigen. De mentale muur tussen de openbare en de private sector moet daarom gesloopt worden. Ik ben blij hier vandaag bij u te zijn als nieuwe ambassadeurs van het bedrijfsleven en in die hoedanigheid roep ik u op om in dialoog te gaan. Ik denk natuurlijk ook even aan oud-premier Wilfried Martens, waarvan u het nieuws hebt vernomen dat hij vandaag overleden is. En ook in die zin zijn onze gedachten bij hem, omdat het ook een man was van diepe dialoog tussen alle gemeenschappen in ons land en ook tussen bedrijfsleven en andere sociale werelden in ons land. Ik ben ervan overtuigd dat zowel de publieke als de private sector via het tonen van wat ze precies doen wederzijds bewondering kunnen opwekken en zo het enorme potentieel dat in ons land in zich heeft om dat te kunnen bevrijden. Merci et félicitations. Dank u. Goedemorgen allemaal. Onderneming van het jaar worden. Ik dacht tot dinsdagmorgen nog dat dat iets was dat wordt even gezegd en dan gaat dat voorbij. Ik moet zeggen dat dat ondertussen een totaal andere ervaring geworden is. Een ervaring die ik zeker niet meer zal vergeten. Het is ongelooflijk wat op u afkomt. Mijn mailbox die blijft tot van deze morgen nog compleet vollopen met berichten en felicitaties. Wat daar heel prettig aan is, is dat mensen die je jaren niet meer gezien hebt, ineens toch een mailtje sturen. En gekoppeld dus terug aan met een stuk verleden. Dat is heel goed. Ik ga niet meer over ons bedrijf vertellen. Ik denk dat dat toegelicht is geweest tijdens de sessie zelf van onderneming. Maar ik ben ook zeer blij dat wij als bouwbedrijf gekozen zijn, omdat dit voor mij een erkenning is van onze sector. En dat lijkt me ook echt nodig. Ik ontmoette veel mensen, er waren zelfs mensen op de receptie na de uitreiking, die zeiden: hoe is dat nu mogelijk dat een bouwbedrijf zo'n prijs krijgt? Want allee, een bouwbedrijf, wat is daar innovatief aan? Wat is daar dynamisch aan? Ik denk, wanneer je onze omzetgroei ziet, dan kan u wel het dynamische begrijpen. Wat het innovatieve betreft, mensen zien dat niet direct, maar ik kan u verzekeren, ik ben nu meer dan 40 jaar in de steel, de manier waarop vandaag gebouwd wordt,
heeft niets te maken met de manier waarop 40 jaar geleden, zelfs 20 jaar geleden gebouwd wordt. Alle materialen zijn veranderd. Het beton dat vandaag wordt rondgereden, dat is nog altijd beton, maar dat is qua samenstelling helemaal niet meer het beton van 20 jaar geleden. En ook de manieren van werken zijn totaal veranderd. Wij zijn verplicht, omdat er in onze sector een zeer grote competitiviteit is, om constant de nieuwe evoluties, de nieuwe materialen die worden uitgebracht, op te volgen. Doen we dat niet, dan kunnen we gewoonweg niet meer mee. Dus ik denk dat wij in de bouw een zeer innovatieve sector zijn, die constant nieuwe technieken moet toepassen. Het gaat ook niet zo heel goed met de bouw vandaag. Wanneer we kijken naar de combinatie van de prijsstijgingen die gebeuren voornamelijk dan in woningbouw, die veroorzaakt worden door de verhoging van de eisen van de kwaliteit van het gebouw of de duurzaamheid van het gebouw. U weet dat wij moeten voldoen aan de Europese normen qua E-pijl, dus het totaal energiepeil van een gebouw, en K-pijl, het isolatiepeil. Dat brengt almaar hogere kosten met zich mee. En die kosten, ja, die moeten betaald worden door degene die koopt. En wanneer je dat dan samenbrengt met het feit dat de banken toch een grotere restrictie opleggen op het verlenen van hypotheekleningen, en misschien niet zozeer op het verlenen zelf, maar wel op het totaalbedrag dat ze verlenen, dan betekent dat dat iedereen die een appartement of een huis wil kopen of bouwen, dat die een groter bedrag zelf moet meebrengen. En die twee factoren... De beurs bestaat. Oké, maar uiteindelijk moet de klant, de particulier, moet het betalen. En die twee factoren samen brengen mee dat er dus eigenlijk op dit ogenblik een enorme terugval is in de woningbouw. En dat is in wezen nefast, want zoals u wellicht wel weet, ons land kent een vrij spectaculaire demografische groei. Als ik me niet vergis, verwachten wij tegen 2020 zomaar een 1,4 miljoen mensen meer in België dan vandaag. Als we daar een gewone statistische factor op toepassen, wil dat zeggen dat we 600.000 woningen moeten bouwen, nieuwe woningen zullen moeten bouwen tegen 2020. Dat is een enorm getal. En vandaag blijven we daar wat in achter. We kunnen natuurlijk hopen en zeggen, bon, dat wil zeggen dat de komende jaren goed zullen zijn, maar we moeten toch met dat probleem als land kopen. Voilà, ik wou toch maar eens de nadruk leggen op die sector die het niet gemakkelijk heeft en die ook hoopt dat de regering met zijn moeilijk budget niet zal snijden in de... Ja, het is het moment om het te zeggen. Niet zal snijden in haar uitgaven voor infrastructuurwerken. Het is trouwens, ik heb laatst nog een statistiek gezien. Het is eigenlijk pijnlijk om te kijken hoe dat wij in België aan infrastructuur constant de laatste 10, 12 jaar niet meer hebben uitgegeven dan 2% van ons bruto binnenlands product, waar dat in Nederland 3,5% is. Wanneer je dan kijkt dat in Nederland de Maasvlakte volgebouwd is met een nieuwe haven, dan stel ik me vragen over de mogelijkheden die we onszelf gunnen om onze economische ontwikkeling te blijven aanhouden. Voilà. Dank u allemaal. Puisqu'il m'est donné l'occasion de représenter Jean-Noël Tillemant, qui l'entreprise a été nommée lundi soir entreprise de l'année, mais le business continue et aujourd'hui il est occupé sur d'autres dossiers. Je voudrais simplement prolonger un peu ce qu'il a dit lundi en disant que bon, on est ici dans ce qui fut le temple de la finance. Je pense que des entreprises comme les deux entreprises nominées cette année-ci ou gagnantes cette année-ci montrent qu'il y a moyen de faire une croissance à la fois financière et économique, tout en gardant des valeurs, et c'est certainement quelque chose qui, chez nous, dans notre secteur, parce qu'il y a des secteurs comme la construction, mais le secteur de la santé est certainement un secteur qui, avec l'évolution démographique, va aussi connaître de grosses évolutions dans les années à venir. Dans ce secteur-là, les valeurs
auquel Tillemont est attaché, sur lequel Tillemont s'est construite depuis 25 ans maintenant, un peu plus de 25 ans, ces valeurs sont vraiment des éléments fondamentaux. La durabilité, l'engagement sociétal d'une société comme Tillemont sont vraiment des éléments pour nous cruciaux, qui ont malgré tout, qui accompagnent notre croissance, qui quelque part la stimulent régulièrement. Je pense que c'est un élément important dans une vision à long terme pour une société, même si c'est une petite société, hein, par rapport aux gagnants de l'entreprise, enfin, Onderneming van het jaar, onderscheiden tussen de tussenbeelden. Nous faisons un trentième de ce que représente le groupe Pullman, mais ça n'empêche que garder jour après jour, année après année, en tête et devant soi les valeurs de la société et les valeurs que nous avons construites, je pense que ça c'est un élément fondamental pour maintenir dans notre pays une croissance économique et une structure économique qui fera, je pense, une bonne partie de l'avenir de notre pays. Voilà, merci.